Adil Ouwezar. De eerste wedstrijd voor Roda zit erop. Ben je blij, teleurgesteld? Ik kan wel leven met de punt. We hebben vandaag alles aan gedaan om te winnen en komen ongelukkig op 1-0 achterstand. Daarna maken we terecht 1-1 en geven we vol gas in de tweede helft. Helaas mocht het niet meer zijn dan een gelijkspel. Dus al met al een tevreden gevoel bij de eerste wedstrijd. Het eerste is altijd spannend hoe je ervoor gaat komen. En tegen een goede leuke tegenstander. Dus ik kom direct vol aan de bak. En ik denk dat we op zich wel goed beginnen. Ik ben nog een beetje ongelukkig om 0-1 achter te komen. En dan kreeg ik het even lastig. Waar de ruimte is iets te groot, denk ik. Maar ik denk dat we met name in de tweede helft wel getoond hebben tot wat we in staat zijn. En ook een onveel veerkracht getoond hebben en verdiend gelijke hoogte komen. Dus, We komen gelukkig op 1-0 voorsprong. Dankzij een foutje van ons. Wat kan gebeuren. En zoals ik al zei, de tweede helft hebben we alles aan gedaan om het gelijk te maken. En helaas mocht het niet meer zijn. Ja, en dan ga je de spits in en dan levert dat meteen een doelpunt op. Ja, gelukkig wel. Daarvoor word je toch in de spits gezet. En ik heb alles gegeven naar mij kunnen. En ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk in te vullen. Dus. Wat was het voor een goal? Het was meer een goal op wilskracht, geloof ik. Ja, ik werd eerst een beetje onderuit gehaald. Het was een beetje geknunnel. Daarna passeer ik volgens mij een verdediger en schiet ik hem door de keepers de benen heen en de verdedigers de benen heen. Dus ja, al met al zat er wel gedachte achter. Ja, mooi debuut voor Roda JC. Ja, met 3 punten was die wel mooier geweest, maar zoals ik al zei, kan ik ook wel mee leven. Ja, en ik geloof daarvoor was ook nog een moment dat je de paal raakte, hè? Ja, inderdaad. Toen zat hij er helaas net niet in, maar ja, die telt natuurlijk niet. En ik ben blij dat ik een doelpuntje heb kunnen maken en een gelijkspel eruit heb kunnen halen met het team samen. Dus dat is al het belangrijkste. Er zat er ook niet meer in op het laatste, kwam er niet echt veel grote kansen op? Nee, van beide kanten niet. Nee. Op een gegeven moment merkte je dat we alle twee wel een beetje tevreden waren met het gelijkspel. Het was ook warm vandaag en dat kostte enorm veel energie. Dus zoals ik al zei, prima voor de eerste wedstrijd. 5 of 6 nieuwe spelers, hoe is dat? Hoe lang duurt dat voordat jullie goed aan elkaar gewend zijn? Ja, ik denk dat we toch al redelijk goed gewerkt hebben met elkaar. Dus we hebben 6 weken geprobeerd om er een systeem in te slijpen, zowel in balbezit en balverlies. Ik denk op momenten dat het wel dat goed zichtbaar is. Natuurlijk, ja, er zijn punten voor verbetering. Zeker, wat ik zeg, net in de eindfase kunnen we misschien ietsje zuiverder zijn. Maar dat zal ook wel komen, denk ik, met de conditie geleidelijk aan. De komende weken zullen we nog sterker worden en dan zie ik het wel goed komen. Ja, want de intentie was duidelijk, maar het heeft niet heel veel grote kansen opgeleverd. Nee, inderdaad. Ik heb ook al een paar keer aangegeven om de zuiverheid om bak een beetje. Ik denk in de tweede helft wel dat er wel een paar keer dat we heel dreigend kwamen, maar dat de laatste pas er net niet was of dat er geen bezetting was. Maar dat zijn de punten die voor verbetering vatbaar zijn. Dus al met al, een puntje is nog niet verkeerd? Nee, dat denk ik niet. Ik denk als je 0-1 achterkomt en je komt terug, dat op zich wel dat positief is. En dat wordt ook graag nog de 2-1 gemaakt. Natuurlijk op het einde is het een beetje hinken op 2 gedachten. Vorig jaar hebben we een paar wedstrijden gehad dat we dan nog vol voor de overwinning gaan en dat we er uiteindelijk nog met een nodige counter lopen. En ik had een beetje het gevoel dat bij hun hetzelfde verhaal was. Dat ze ook niet echt de vol durfden gaan om nog iets tegen te krijgen. Dus de laatste minuten was misschien een beetje behoudender. Maar goed, op dat moment is misschien een punt beter dan 0 punten.